Zondag komt RKC Waalwijk naar Amsterdam en dat betekent een weerzien met Joffrey Castellon, de spits die dit seizoen als huurling 5 keer scoorde voor de Brabanders. Castellon moet ervaring opdoen in Waalwijk, net zoals Vertonghen deed. Joffrey heeft natuurlijk de voorbereiding met ons meegedraaid. Daarin werd al duidelijk dat hij waarschijnlijk niet heel veel zal spelen. En hij is 20, 21 jaar en dat is echt de periode waar hij gewoon minuten moet maken, waar het ook is. En jong Ajax, sommige jongens zijn het gewoon al voorbij. En, de Eredivisie club is daarvoor perfect en hij is nu bij een club met trainer Ruud Brood die gewoon echt leuk voetbal wil spelen, aanvallend voetbal. Joffrey is natuurlijk een spits en hij komt daar echt in tot zijn recht en hij speelt tegen de beste verdedigers van de Eredivisie en dat maakt hem alleen maar sterker. In het seizoen 2006-2007 speelde Vertonghen een half jaar voor RKC, dus de Belg weet als geen ander wat het inhoudt om qua niveau een stap terug te doen. Die mentale knop moet om, geloof nou niet dat je het mannetje bent en met leuk technisch voetbal lekker mee kan draaien, want zo werkt het niet. Ik speelde in die periode op middenveld bij RKC en ik heb nog nooit zoveel gerend in mijn leven volgens mij, maar ik ben daar wel echt sterker geworden. En, je moet het gewoon omzetten. Ik denk ik tenminste van mezelf dat ik dat wel kon. Ik had me daar op voorbereid en ook op later voorbereid door de mensen om me heen. En dat moeten die jongens ook doen. En als ze dat doen, kunnen ze met hun technische meerwaarde die ze hier van bij Ajax en de jeugd hebben meegekregen, gewoon wel een meerwaarde zijn. Ajax ziet of niet, Castellon hoeft in de arena niet op een voorkeursbehandeling te rekenen. Ik maak er echt geen onderscheid in. Dat heb ik niet met Roli Bonaventia gedaan, dat heb ik niet met Sneijder gedaan. Dat gebeurt gewoon niet. Wij zitten in een race voor het kampioenschap en ik speel mijn beste vriend in de spits. Dan kan ik Keki verwachten. Castellon is dus gewaarschuwd en Frank de Boer zorgde ook op de training voor scherpte. Een training die vooral in het teken stond van positiespel. We hebben schablonen getraind inderdaad met een beetje passief druk zetten om wat automatisme te kweken. Dat klinkt raar als je zo ver in het seizoen bent, maar door al die positiewisselingen bij ons zijn die er gewoon nog niet altijd. En daar hebben we vandaag weer een stuk aan kunnen werken. Dat kun je nu doen nu je geen midweekse wedstrijden meer hebt. En dat geeft ons hopelijk dat stukje voordeel nu in de competitie. Een competitie die moet worden afgemaakt zonder Soleimani, die tegen Roda uitviel met de knieblessure en daar tot de zomer mee is uitgeschakeld. Mickey had ik het gevoel diep al een tijdje met wat klachten, was een beetje onzeker over zijn knie. En als het in het hoofd gaat spoken, dan is het nooit goed. En het is echt super zonde voor het team dat hij er nu van tussen valt. Maar ik denk dat Lorenzo op tijd ook de klik heeft gemaakt dat hij voor ons belangrijk kan zijn. Climax is natuurlijk zondag. Hey, Basilio, nog een keer. Zo zeg, zo zeg! Zo! Dat is wraak nemen! Het zal niet elke week zijn, besef ik ook wel, maar dat is gewoon iemand die wel vertrouwen nodig heeft. En als hij dat vertrouwen voelt, hebben we ook gezien het einde van vorig seizoen, kan die echt belangrijk voor ons zijn. Want misschien heeft dat de verwachtingen net iets te hoog gemaakt, die wedstrijd die hij toen speelde. Maar het is gewoon een fantastische speler. En hij is wel iemand die rust in het team kan brengen met zijn sterke lichaam. Weer Ebersilio. Ebersilio, ja, een hat-trick. Ook dat nog. Prachtig. Lorenzo Ebersilio.